Al jaren kende iedereen hem als de oude man in de pick-up truck. Ze hadden de truck nieuw gekocht, hij en zijn vrouw. En overal waren ze heen geweest, samen. Het hele land waren ze doorgetrokken. Als ze maar even de tijd hadden, gingen ze erop uit. Elke vrijdag kwam hij langs en gingen naar de markt. Daar kocht hij zijn boodschappen voor de week daarop. Vriendelijk zwaaide hij altijd als hij langs het kleine huis reed. Wij wisten dat hij al jaren alleen was. Zijn vrouw was door een ziekte verslagen. En hij wilde niemand in zijn leven meer. Houden van was te dichtbij, vond hij. Maar hij was geen chagrijnige man geworden. Natuurlijk was hij eenzaam, maar hij redde het prima alleen, vond hij zelf. Wij zagen hem toch steeds iets stiller en stiller worden. En bedachten dat het misschien een goed idee was... Om hem aan een levensgezel te helpen. De labrador van onze buren had net een nest gekregen, en daar was vast een hondje beschikbaar. En ja hoor, er was een vrolijk hondje dat prima bij onze oude vriend zou passen. Na een week of acht mocht het hondje bij de moeder vandaan. Die vrijdag kwam onze oude vriend in zijn pick-up weer langs. We vroegen. Of hij misschien iets te drinken wilde. En dat wilde hij wel. En hij kwam aan de hoge tafel zitten. De kop koffie die we voor hem ingeschonken hadden, werd genietend opgedronken. En zo kwam het gesprek op zijn leven. En of het allemaal wel goed ging met hem. Zijn antwoord was dat het prima ging. Dat hij wel eenzaam was, maar dat hij ermee had leren leven. Alleen het wandelen door het bos in zijn eentje en de uitstapjes met de pick-up truck waren niet zo fijn alleen. Dus dit deed hij niet zoveel meer. Voorzichtig vroegen we hem of hij geen nieuwe levensgezel in zijn leven wilde hebben. Zijn antwoord sprak boekdelen. Hij vertelde dat hij nooit van iemand meer kon houden dan van zijn vrouw. En natuurlijk zou hij graag iemand willen, waarmee hij samen erop uit kon trekken. Dit was het moment, dachten wij. We pakten uit het zijkamer het mandje waar we het puppy in hadden gedaan en zetten het mandje voor onze vriend op tafel. Wat er toen gebeurde is wat je noemt liefde op het eerste gezicht. Het hondje sprong meteen uit het mandje in de armen van zijn nieuwe baasje. Vanaf dat moment zijn ze nooit meer uit elkaars blikveld geweest. Overal waar de een was, was de ander ook. Ze liepen elke dag door het bos en over de landerijen. En ze reden het hele land af, samen. Elke vrijdag kwam hij boodschappen doen in ons kleine stadje. En de Labrador zat dan achter het stuur op zijn baasje te wachten, als hij boodschappen aan het doen was. En ze leefden nog lang en gelukkig, samen.